Breda Nu. Je weet het meteen. NAC TV bij Breda Nu. Vandaag geen interviews, geen trainingen. Overigens terecht dat NAC niet traint. Zeker na de eclatante overwinning van afgelopen maandag. NAC FC Eindhoven 3-1. Twee goals van Luis Pedro en eenmaal van Kevin Brands. Want aankomend weekend speelt NAC niet, maar daar kom ik zo meteen even op terug. Kijk eerst maar even terug naar de beelden van afgelopen maandag. Vlatko, 3-0 overwinning op Eindhoven. Lekkere wedstrijd, denk ik. Ja, een lekkere wedstrijd. Ja, daarna krijg je een rode kaart op een gegeven moment in de tweede helft. Dan weet je dat je achteruit moet, dat het wat lastiger wordt. Maar qua team stonden we goed, dus je voelde wel aan dat we het binnen zouden hebben. Of in ieder geval dat we de 3 punten zouden hebben. Want jullie begonnen heel goed aan de wedstrijd. Binnen 8 minuten sta je al 2-0 voorsprong. Dan weet je eigenlijk toch dat je een makkelijke avond gaat krijgen, denk ik. Ja, we begonnen goed. Ik denk dat je de eerste 30 minuten een NAC hebt gezien. Die je in ieder geval dit seizoen thuis nog niet hebt gezien. Ja, behalve tegen Go Ahead dan. Maar ja, daar scoorde je niet. En hier gingen ze er makkelijk in. Dus je komt gauw op 3-0. En voetballend gezien ging het makkelijk. We stonden goed. Er werd hard gewerkt. Want daar begint het mee. En dan weet je al dat je de 3 punten in Breda houdt. Ja. Want je zei het zelf ook al. Natuurlijk, na die rode kaart wordt het allemaal wat minder. Eindhoven zet er ook een aanvaller bij. Achterin blijven jullie gewoon met 4 man spelen. Waarom wordt het dan toch zo lastig? Je wordt sowieso naar achteren gedrongen. Dus op het middenveld komen zij met een mannetje meer te staan. Je moet van achteruit. Je moet van achteren. Omdat ze ook een aanvaller erbij zetten, wat je net al aangeeft. Als ze kijken, ze hebben de bal een beetje voorgepompt. Gehoopt dat de bal een beetje goed voor hun dan kwam. Nou, het gebeurde niet. En wat dat betreft hielden we goed stand. En daarom is het ook bij 3-1 gebleven. Jij zelf begint als linksbuiten en eindigt als rechtsback. Dat moet wel apart zijn, denk ik. Ja, ik ging schuin het veld over. Ja. Ja, ik ben het wel gewend, dus ik zag het al bij de rode kaart. Je weet het al, je traint erop, dus dan weet je dat je naar rechtsback waarschijnlijk moet. Dus dat is geen probleem. Nu krijg je de voorkeur boven Danny van Beek. Voel je ook steeds meer dat je meer in de basis eigenlijk thuis hoort, standaard? Ja, eerlijk gezegd wel. Ja, ik voel me ook steeds beter worden. Of in ieder geval door die minuten kom je wat meer in het spel. En ik denk dat je dat wel ook aan me merkt. En zolang de trainer voor mij kiest, ben ik natuurlijk blij. Maar als ik het team kan helpen, dan ben ik daar ook blij mee. Nou heeft de VVV vanavond verloren. Jullie winnen 2 keer op rij. Het kampioenschap is natuurlijk iets wat bij support heel erg leeft. Leeft dat ook bij jullie in de groep zo sterk nog steeds? Om eerlijk te zijn, daar kijken we niet naar. Heel raar gezegd. We kijken naar iedere wedstrijd en daar moeten we gewoon naar blijven kijken en iedere wedstrijd gewoon voor de overwinning gaan en de overwinning binnenslepen en daar zijn we nu mee bezig. Ik denk dat we een goede start hebben gemaakt en nou moeten we deze lijn doorzetten. Ja, Nola, 3-1 overwinning, dat lijkt me een lekkere avond. Ja, absoluut. Ik vind ook dat we als elftal het prima hebben gedaan vanavond, dus dat is 3 punten en een elftal wat goed bezig is. Jullie begonnen heel sterk aan de wedstrijd. In de tweede helft kreeg je na die rode kaart wat moeilijker. Wat is jouw hele gevoel na de wedstrijd zo? Zeer positief. Ik denk dat we 25 lang een elftal hebben gezien dat goed aan de bal is. En na de rode kaart heb je een elftal gezien wat ook echt een team aan het worden is. Nou, dat zijn twee enorme pluspunten van vanavond. Ik heb de rode kaart zelf nog niet teruggezien. Jij stond natuurlijk vlakbij. Was het een terechte kaart? Ik dacht in eerste instantie van niet, maar hij zei net na de wedstrijd dat hij zo overtuigend was dat het echt rood was. En dat hij het ook had gehoord via zijn headset. Dus we moeten de beelden nog terugzien. Dus ik kan er niet zoveel over beoordelen. Jullie zijn met overwinning op Volendam en nu vanavond Eindhoven heel goed uit de winterstop gekomen. Als ik kijk naar het elftal en ik vergelijk het met het elftal voor de winterstop, dan lijkt het een heel stuk scherper, een heel stuk frisser. Hoe beleef jij dat zelf? Nou, ik vind dat wij elke dag proberen om beter te willen op een bepaalde manier waar onze trainers mee bezig zijn. En dat pikken wij gewoon heel erg goed op. En dat is de grootste pluspunt na de winter. We zijn gewoon een paar stevige gesprekken gehad in de winterstop. We zijn duidelijk naar elkaar geweest.
thuis en het team pakt het goed op en doet zijn ding gewoon heel erg goed. Wat voor gesprekken voer je dan in de winterstop als je zegt je hebt het over stevige gesprekken? Nou ja, waar we dan wel moeite mee hadden voor de winterstop was, hè, dat was een valligheid. Je speelt fantastisch tegen Eagles, die verliezen dan weliswaar en een week daarna is het weer heel erg minder, of een stuk minder tegen Almere. En dat stukje moet eruit. Daar zijn we goed mee bezig, denk ik. Je werkt nu natuurlijk al een tijdje onder Marinus Dijkhuizen. Merk je echt heel veel verschil met de werkwijze van Maaskant? Ja, het is natuurlijk makkelijker gezegd dat je nu meer punten pakt. Maar ja, we zijn gewoon echt ergens mee bezig elke dag. En hij bereidt ons goed voor op onze tegenstander, op de manier van spelen, hoe we dat willen gaan ontwikkelen. Dus ja, wat mij betreft zie je duidelijk verschil. Je krijgt vanavond natuurlijk een penalty tegen, maar ik denk dat als je kijkt naar jouw prestatie dit seizoen, dat je ook een hele stijgende lijn doormaakt. Dat je redelijk goed speelt, in ieder geval beter dan vorig seizoen. Waar zit hem dat in? Vorig seizoen was voor mij gewoon heel erg moeilijk. En heb ik me enorm druk gemaakt om de club. Nou, is mij dat niet ten goede gekomen en heb ik gewoon een heel slecht seizoen gedraaid. En uiteindelijk is de club gedegradeerd. En dat was voor mij heel erg pijnlijk. Nou, ik heb twee dingen kunnen doen. Dat is mezelf zielig gaan vinden. Of gewoon keihard trainen. En dat heb ik gedaan. Ik ben keihard gaan trainen in mijn eigen vakantie. Ik ben super scherp teruggekomen. En gelukkig heb ik de stijgende lijn weer te pakken. Jullie lopen in op VVV dat vanavond verliest. Sparta blijft natuurlijk punten pakken. Hoe schat je de kampioenskansen van NAC op dit moment in? Nou, als ik eerlijk ben ik daar niet zo mee bezig. Ik vind echt dat wij als team gewoon stappen vooruit maken. En dat is wat mij betreft het allerbelangrijkste. Wij willen gewoon meedoen om de bovenste plekken. Maar wij willen ook gewoon vooral goed voetbal gaan spelen. En ik denk dat als je die dingen samen pakken, dan heb je uiteindelijk, word je daardoor beloond. En hopelijk is dat voor NAC een promotie naar de Eredivisie. Maar nogmaals, het ontwikkelen van het team staat voor mij betreft bovenaan. Ja, zoals gezegd speelt NAC niet aankomend weekend. Maar wel aanstaande maandag en wel uit tegen Jong Ajax. Niet op de toekomst, niet in de arena, maar wel bij Almere City FC. Nou, dit was weer in ieder geval een uitzending van NAC TV bij Breda Nu. Ik heb trouwens een tweetje ingevuld op het autoformulier. Graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender.